Tal van Brabantse plaatsen zijn de afgelopen weken honden vergiftigd. In Hoge Heide zijn ze nu helemaal klaar mee en zijn er acties gestart om meer vergiftigingen te voorkomen. Want ook daar worden steeds meer honden doodziek na hun dagelijkse rondje. Nou, dit is dus de plek waar ik altijd mijn hond uitlaat. En hier heb ik het gevonden, het voedsel met het rattenbegrip erin. En dat heeft de hond opgegeten? En dat heeft mijn hond opgegeten. Krop. Er zijn nu 7 honden vergiftigd en een aantal katten waarvan we niet eens de tel weten. Er zijn ook vleesblokjes of visblokjes met daarin asfaltspijkers gevonden. Ja, dat is natuurlijk absurd. Krap. Wat voor symptomen had die hond? Heel bloed overgeven, futloos, niet meer omhoog willen komen, zijn naam niet meer willen herkennen. Gewoon, hij lag er als waar, gewoon als gedood bij. Nu heeft u besloten om een actie te starten. Waarom? Omdat ik niet nog meer slachtoffers wil. Honden zijn in gevaar, vogels zijn in gevaar, katten zijn in gevaar, maar ook kinderen. Ja, dat is levensbedreigend. Nou, je ziet hier een foto hangen van mijn hond. Die hebben ze vorig jaar vergiftigd. Die is het niet overleefd. Die heeft niet overleefd. Ik heb er heel veel verdriet van gehad. Heel veel pijn. En ik dacht van, het zou nou wel ophouden, maar het houdt niet op. Want gezien het nou wel. Ik heb nou weer een andere hond en dan doen ze toch bij. Een voetje, een voetje. Ik heb een flyer gemaakt, overal opgehangen en ik heb bij mensen in de brievenbus gedaan, zodat iedereen ervan weet en natuurlijk goed op kan letten. Ik wil hebben dat het gestopt wordt, want ik ben niet alleen de dupe, er zijn heel veel mensen de dupe hier op hoge rijden. Het moet goed stoppen, dus alsjeblieft houd ermee op. Ja, dan is het heel anders.